Ik wilde gewoon eigenlijk heel graag hier trouwen. Ja. Ja. Dus vandaar. Dit bruidspaar heeft geluk. Het kan als laatste op de trouwlocatie van de burg voor de wet trouwen. Sinds 1 juli is die mogelijkheid er niet meer, omdat de zusters van het klooster het huurcontract met de gemeente hebben opgezegd. Dat betekent dat in Eindhoven als enige trouwlocatie voor het wettelijk huwelijk het stadhuis over is. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand sluit het laatste huwelijk met gemengde gevoelens. Ja, ik vind dat echt jammer. Ik vind dit een omgeving, en ik niet alleen, maar heel veel bruidsparen die dit in een geweldige omgeving vinden. Privacy, veel privacy. In vergelijking met het gemeentehuis, stadhuis. Meer privacy dan daar, want daar zie je dus constant mensen naar de kantine lopen, af en aan lopen, vergaderingen bijwonen. Hier heb je een ruimte voor jezelf. De trouwkapel bestaat al sinds 1952. Toen werd er voor de kerk getrouwd. 9 jaar geleden kreeg de gemeente Eindhoven de mogelijkheid om er een trouwzaal van te maken. Ik was daar toevallig in het stadhuis toen 9 jaar geleden oriënterende gesprekken werden gevoerd met de abdis van deze zusters van liefde en barmhartigheid en de economische directeur. Toen is hier dus vastgelegd dat we hiermee deze ruimte wilden gaan bezetten. Sinds 2001 trouwden 3000 bruidsparen op de burg. Maar 1 bruidspaar moet het laatste zijn. En laten zij er ook nog eens een extra reden voor hebben om op de 30ste juni te trouwen. Het was de trouwdag van haar ouders ook. En we trouwen zaterdag voor de kerk in de Eindhoven, de Paterskerk. Ja, nee, sowieso de burg is natuurlijk een hele mooie locatie. Maar de trouwdag van mijn ouders is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Totdat de gemeente een andere trouwlocatie heeft gevonden, moeten alle bruidsparen zich gewoon op het stadhuis melden om daar te trouwen.